mensen, ook een nieuwe video, Hupke Floris. We gaan weer voor de 500 likes en het is zondag en zondag betekent Pokémon video en is weer gesponsord door Cardstore.nl. En ben je nou op zoek naar Pokémon kaarten? Check out Cardstore.nl. En we doen elke week een 10 euro giveaway en de winnaar wordt nu bekendgemaakt. Dit was de vorige video, wij gaan naar de comments. Gaan we helemaal naar beneden scrollen en gaan we de winnaar uitkiezen, jongens. Oei, 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 oei. 3, 2, 1, deze. Oh. Iemand maakt een meme. Jongens, maak een meme van 37. 3, 2, 1. Huh? Hoe is dit mogelijk? 3, 2, 1. Oh. 3, 2, 1. Dit is echt bizar. Hoe kan dit? 3, 2, 1. Grote Rowan. Ik ga even checken. Grote Rowan volgt in ieder geval mij. Volgt hij ook Cardstore? Hij volgt Cardstore. Gefeliciteerd. We gaan naar de video. Dat was de winnaar. Gefeliciteerd. Wij gaan de laatste Brilliant Stars. De laatste 9 pakketjes van Brilliant Stars gaan we openmaken. En dan ga ik aan het eind van deze video laten zien wat jij nou kan verwachten als jij een hele Brilliant Stars boosterbox openmaakt. Maar, ik moet wel eerlijk zijn, er zijn iets meer dan een boosterbox aan Brilliant Stars kaarten in de map. Want ik had daarvoor ook iets anders van Brilliant Stars opengemaakt. Volgende week waarschijnlijk geen Pokémon video, want Cardstore moet weer mij weer wat nieuwe Pokémon kaarten opsturen of Pokémon pakketten opsturen. En waarschijnlijk is dat niet binnen voor volgende week zondag. Maar dat komt eigenlijk mij stiekem super goed uit, want ik heb proefwerkweek maandag, of nee, ik heb examens die maandag daarna, dinsdag en woensdag. Dus dan kan ik eventjes misschien even één zondagje skippen, zodat ik eventjes lekker kan studeren. Want, misschien een fun fact, misschien wist je dat niet, de Pokémon video's kosten mij meer tijd, het zijn er 9. Mijn Pokémon video's opnemen en editen en alles kost mij meer tijd dan een Clash Royale video of een TikTok reageer video. Dus dat is wel grappig om te vertellen. Dus voor mij komt het eigenlijk wel goed uit dat ik dan of zondag gewoon een Clash Royale video doe of gewoon helemaal niks. Want ik ben best wel druk en ik moet nog 3 examens en nog een scriptie. En dan ben ik klaar en dit is gras. Het is staal, jongens. De laatste 9 Brilliant Stars pakketjes. Primplup. Ik hoop nog even over op een generatie 4 final. En dan een mooie kaart van Chinchino. Cleansing Gloves. Ryoli. Maar ik heb heel erg genoten van Brilliant Stars. Starly. Milkery. Een hele, hele goede set. Carablast. Clefairy. Bear Tick Reverse Holo. En we beginnen. We beginnen met een Torterra Holo. Volgens mij heb ik deze al wel. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Ik wil gewoon zo'n Torterra dus in een Podion of een Infernape Full Art of V-kaart. Of iets in die richting. Ik vind dat echt een hele. Ik vind dat gewoon een hele vette Pokémon. Generatie 4. Mijn tweede lievelingsgeneratie. Het zal me heel vet lijken om daar 1 kaart van te hebben. Maar we gaan weer 4 doen. En deze keer denk ik water. Oh, let's go. Water, goed. Nou, vorige video, ik weet niet of het vorige video was. Maar als ik de energy goed in gokte, gaat het vaak goed. We gaan het even zien, jongens. Ik bedoel, even de stapeltjes goed doen. We willen iets langer kunnen kijken naar Fracture. Hey, Tropius. Deze heb ik nog niet, weet ik zeker. Deze komt me niet bekend voor. Een Rosianna's Backup. Trapinch. Execute. Starly. Machino. Carablast. Reverse Holo. Morgrem en... Oh... Mijn god. We raden de energy goed en we krijgen een full art... Zamazenta. Holy shit. Is dan geen Zalje met zijn Zamazenta? Maar dit is lijp, man. Wat een lijpe kaart. Wat een kleur ook. Ja, dat kunnen jullie goed zien. Heel lijp. Echt heel lijp. Ik denk ook dat die wel wat waard zou zijn. Maar ja, mensen vragen heel vaak, kan je de prijzen in beeld doen? Tuurlijk kan ik dat. Maar dat ga ik niet doen, want ik vind dat, mij boeit het voor de rest niet heel veel. Ik ga ze toch niet verkopen of zo. Maar ik denk dat, ik gok dat die wel wat waard is. Oké, dark. Ah, gras. Tot nu toe gebeurt het trouwens dus heel vaak, als ik de energy goed raad, zit er iets goeds in. Torkoal. Double Turbo Energy. Probopass. Magmar. Spiritomb. Burmy. Impidimp. Staryu. Character card. De Denne. De Denne wel echt een suffe Pokémon, moeten heel eerlijk zijn. Maar wel lijp character card. En. Perenrijd. Het is bizar. Wat?
Is dit soms normaal? Dat je bij een character card altijd een pool krijgt? Want ik herinner me dat elke keer als we een character krijgen, hebben we minimaal een holo. Maar dit is... Wat een begin is dit, boys. Tot nu toe... In elk pakketje hebben we iets gekregen, toch? Ja, 3. Eerste keer holo Terra, full art Zamazenta. Nu character card Dedenne. Dedenne, ja, saai Pokémon, moet heel eerlijk zijn. Maar het is wel... Prima kaartje. En een, ik vind Raichu een lijpe Pokémon. Raichu V. En volgens mij hebben we ook een hele mooie Raichu holo al. Zal ik straks allemaal aan het eind van de video kunnen allemaal zien. Maar wat is dit? Ja, hebben we dan gelijk al beste gehad, jongens? Hebben we het gelijk al beste gehad? Het voelt bijna wel zo. Want wat is dit voor belachelijk begin van de video? Oké. 1, 2, 3, 4. Staal. Energy. Lightning. Dusclops. Beartic. Rosianna's Backup. Clefairy. Cherubi. Solk. Corphish. Gullet. Oeh, reverse holo rare. All creamy. En... Is die holo? Ah, shoot, hij is niet holo. Ah, normale Luxray. Luxray vind ik een lijp Pokémon, daarom wou ik heel graag die holo is. Arceus. Pakketje. Oké. Nou jongens, dit is echt al wat een begin was dit. Dat was echt niet normaal. We gaan nu waarschijnlijk een beetje langzamer. Dat kan bijna niet. Het zijn er te veel. Ja, Dark Energy, jongens. Dark, ik voel hem. Dark. Weer een Lightning. Dubbel Lightning. Primplup. Monferno. Beide de midden-evaluaties. Weer een Beartic. Een Bidoof. Electabuzz. Halucia. Beezel. Gibble. Oeh, lijp. Reverse Holo. Luxio. En een Haxorius. Die hebben we waarschijnlijk... Al wel. Volgende pakketje. Ik ben niet 2 keer op rij niks. We zijn dus even aan het afkoelen. Kan ook bijna niet anders. Hopelijk kunnen we nu weer ieder of minimaal een holo krijgen. Gaat zien. Dan moeten we misschien even goed gaan raden. Vuur denk ik namelijk. Oeh, die was ik helemaal vergeten. Fighting. Die heb ik echt een hele lange tijd niet gezegd denk ik. Barry. Oh, pakte daar volgens mij. Oh nee, pakte wel alleen de fighting energy. Clang. The Bite. Shroomish. Purloin. The Skull. Oh, ja. Sneasel. Corphish. Oeh, reverse. Holo Staravia en een Staraptor. Oh my freaking lord. Talking about veel geld. Deze is veel geld. 100.000% zeker. Galarian Zapdos V. Gouden kaart. Oh mijn god. Vaak zijn gouden kaarten gewoon saaie Pokémon. Er zijn 2 keer echt... Je hebt ook een Snorlax gouden volgens mij. In de back kan je dat zien. Nee, laat maar. Ik heb mijn ding ook geknipt. Ik heb daar een gouden Mew en een gouden Houndour. Oh, Cardstore, kunnen jullie een extra houdertje opsturen waar je die kaarten in kan zetten zo op de achtergrond? Ik heb nu 4 hele lijpe kaarten op mijn nachtkastje staan. Maar deze moet erbij. Deze moet erbij. Galarian Zapdos. Oh mijn god. Van de vogels. Articuno, Zapdos en Moltres. Vind ik sowieso op nummer 3 is Moltres. Ik weet niet of ik Articuno of Zapdos lijper vind. Maar wat de hel deze video. En we hebben nog gewoon nog 3 pakketjes. Ja. Kunnen we nog iets krijgen? Is het überhaupt nog mogelijk nu? Wat een video zeg. Niet normaal. En ik kan het helaas niet in de titel zetten. Want ik moet in de titel. Wat krijg je uit 1 booster box? Dingen gezet. Dus... Oké, wacht. Ja, moet niet. Maar dat vind ik leuker. Het is overzichtelijk. Vuur. Ik zat oprecht. Ik maak geen grapje. Te twijfelen tussen vuur en water. We hebben weer een Monferno. Een Gloria. Een Nosepulse. Holy damn, man. Die Galarian. Milkery. Chupcho. De Denne. Farfetch. Hey, reverse. Ik weet niet wat ik daar één zei. Reverse holo Marnie Pride. En... Oeh, dat is wel een lijp Pokémon. Deze heb ik nog niet. Niet holo. Wel lijp zeg. Een Electivire met een Magmortar in de achtergrond. Heel lijp kaartje. Maar niet holo. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon een heel lijp kaartje. Eindigen we met Charizard natuurlijk. Nog 2 pakketjes jongens. Het gaat zo goed dat ik gewoon bijna verwacht dat we nog 1 hele lijpe kunnen krijgen. Hé, hey, dat kaartje weer. Oké, nou dan is er geen energy. Want dat is dat kaartje. Oké. Floatzel. Oeh, komt er niet heel bekend voor. Misschien heb ik die nog niet. Choice Belt. Vibrava. Chimecho. Chimchar. Nichino. Baltoy. Snorunt.
Oeh, Reverse Holo Grimer en... weer de McMortar. En weer een nieuw non-holo. Oké, laatste kaartje. Of laatste kaartje, laatste pakketje. Kunnen we vlammen? Brilliant Stars. Wat een... ja, jullie moeten ook blijven kijken tot het einde. Want we hebben pools gekregen in Brilliant Stars. Het is belachelijk. Maar dan het laatste pakketje, boys. Kunnen we vlammen met een gras energy? Ah, vuur. Vuur is eentje die ik vaak zeg. Waarom deze keer niet? Weet ik niet. We gaan door. Torkoal. Kom op, boys. Het laatste Brilliant Stars pakketje. Double Turno Energy. Growthol. De Dennen weer. Farfetch'd. Duskull. Grimer. Jinx. Kom op, boys. We kunnen dit Choice Belt. Allerlaatste kaart van de video. Het is een... oké, het is wel een hollootje. Het is wel een hollootje. Professor Research. Jongens, ik ben zo weer terug. We gaan een kaartje in de map doen. Belachelijk, belachelijke video. Ik zie jullie zo. Oké, jongens. De map dan. En we gaan er even heel langzaam doorheen. Of nou, niet heel, heel langzaam. Maar gewoon even rustig doorheen. En het is iets meer dan een hele boosterbox. Daar is die Tropius die ik nog niet had. Torterra had ik wel al. De Torterra holo. Dus dat had ik goed gegokt. Hebben we hier... het is best wel leeg. Hier niks. Dan hier wel de prachtige... prachtige Charizard, dus dat is super nice. Gaan we door. Magmar, McMortar. En we hebben dus McMortar, en dat is dus heel vet. Hier is dus die Electrifier in de back. En ik ga zo eventjes snel naar die andere. En daarna gaan we weer terug waar we waren. En hier, bij de Electrifier, is de McMortar in de back. Dus dat is wel mooi gedaan. Oké. Anders gaan we er te snel doorheen. McMortar, Moltres, Turkoal, Chimchar, Monferno, Infernape, Superlijp. Hebben we hier de waterige Pokémon, Lapras, Corviknight, Crownland, Piplup, Primplup. Nee, geen Empoleon, helaas. Misschien ga ik die kopen. Ik vind deze set echt heel vet. Misschien ga ik meer van deze kaart gewoon los kopen om de map bij te vullen. Beartrick, Ice Cube, Raichu V. Hey, wacht. Nu kom ik wel eens achter. Die Raichu die ik bedoelde was een andere set. Dat was niet Brilliant Stars. Electabuzz, Electrifier, Shinx, Lucio, Luxray. En Pachirisu, Clefairy, Clefable, gaan we door, Mewtwo, Lijpe Mewtwo, Kledel, Duskull, Dusklops, Dusknor, deze heb ik heel vaak, zal je straks ook zien. Hebben we hier Zigglypuff, dus Zigglylift, deze twee niet, deze twee ook niet. Gaan we door naar de Fighting, Pokémonen, Nosepass, Trapinch, Vibrava, Flygon, Lijpe Pokémon. Oké. Dan rammen we door. Golurk, Golurk, Grimer, Muk, Sneasel, Weevil en ojojo jongens. Deze, dit vind ik zo'n lijp. Pokémon. Aikron, V-Max, Liepard, Impidip, Morgrem, Morpeko, V. Oké. Rammen we door. Heatran, Excavalor of zoiets. Klinklang, ja precies. Jibble, Gabite en Garchomp. Super nice dat we die drie hebben. En dan Exu, Fracture en Hexorus. Missen we alleen deze draak, dus dat is jammer. Gaan we door naar de normale Pokémons. Best saai zijn die. Staraptor wel een lijpe kaart. Bidoof, Bibarel, Holo. Tornadus, oké, prima. Lucia en Drampa. Nou, de trainers, daar rammen we. En we even best wel snel doorheen. Hoppatee. Daar is de Professional Research Holo. Oké, dat was alles. En dan de mooie kaartjes. Dusknor, twee keer Holo hier. Liepard en Torterra, dat zijn de dubbele dus. En dit is een promokaart. Hebben we hier de Full Art Charon's Care. Hebben we hier de Full Art Samazenta V. Galarian Zapdos Goud. Sylveon V-Max. De Dana Character Card. Alcremie Character Card. Octillery Character Card. Nou, dat is bizar, boys. Wat een set. Cardstore.nl als je ook Brilliant Stars wil halen. Ik hoop jullie genoten hebben van de video. Waarschijnlijk dus volgende week zondag geen Pokémon. Maar daarna sowieso wel weer, jongens. Ik hoop dat je dan in de video maar even kijken. Zien we in de volgende video en tot dan eens.